Zoals we net al gehoord hebben van de Urkervisser Hendrik Romkes, is er de afgelopen jaren heel veel veranderd in de visserij. Ook de komende jaren hebben de politieke partijen van alles voor die sector in petto. En in onze provincie zal dat vooral op Urk te merken zijn, waar ruim een derde van de banen afhankelijk is van de visserij. Over de politieke plannen voor de vissector praten we met Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren en Roelof Bisschop van de SGP. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ik begin even met meneer Bisschop. Wanneer heeft u voor het laatste lekker visje gegeten? Ik had gisteren een debat en een van de onderdelen van de lunch was een broodje met wat kibbeling ertussen. Een broodje dus, kibbeling, dat is bijzonder eten, maar goed. Maar het was alleszins verantwoord, biologisch verantwoord en zo. Met allemaal keurmerken erop. Ja, en mevrouw Vestering, ja, u eet helemaal geen vis, hè? Nee, ik eet geen dieren, maar ik eet ook geen en gebruik geen dierlijke producten. Dus ik ben vegan, zoals dat genoemd wordt. Ja, en wat heb je nog in een vegan variant een soort alternatief voor vis? Dat het wel naar vis smaakt, maar het is geen vis? Ja, het ruikt ook naar vis, moet ik zeggen. Ik laat het voor anderen die daar behoefte aan hebben. Ja, goed. Wat vindt eigenlijk de Partij voor de Dieren dat er de komende jaren moet gebeuren met de visserij? Want we hoorden eigenlijk net al ook de visserman zeggen, nou, de Partij voor de Dieren wil er helemaal mee stoppen. Ja, nou, wij vinden allereerst dat het heel erg belangrijk is dat er duidelijkheid komt. Hè. Hoe gaan we nu verder? Hoe kunnen we ook met name ook de diersoorten beschermen die nu echt onder druk staan, ook bijvoorbeeld in de Noordzee, om te kijken naar een manier om toch warm te gaan saneren. Dus dat betekent dat we gaan stoppen en dan allereerst zorgen we dat we de natuur gaan beschermen, dat we de vissen gaan beschermen en dat we warm gaan saneren. Dat betekent stoppen met de visserij. Ja, meneer Bisschop, warm saneren. Ja, u slaat al meteen aan. Ja. Kijk, dit is precies wat de Partij voor de Dieren al dan niet enigszins verbloemd voortdurend bepleit. In het verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld letterlijk, we zetten in op verandering, dubbele punt, vis eten is niet nodig voor de gezondheid. En als je dat dan verder leest, dan betekent dat men gewoon toe wil naar het afbouwen van visserij. Zelfs de hengelsport moet afgebouwd worden. Daar worden allerlei en ik verbaas me daar altijd weer over. Er worden allerlei onderzoeken aangehaald die zouden laten zien hoe beroerd die visstand ervoor staat. Terwijl als je kijkt naar echte onafhankelijke onderzoeken, wetenschappelijk onderbouwd, met meerjarige peilingen en monitoring, die onderzoeken wijzen nu juist uit dat het goed gaat met de meeste vis in de Noordzee. En dan zeggen wij, en dat zeggen de vissers ook, je moet niet het kapitaal uit de zee vissen, maar je mag wel de rente oogsten. En vis inderdaad is een gezond natuurproduct. Het is volstrekt legitiem om die te vangen en te vermarkten en te eten. Maar zegt u nou dat we onbeperkt kunnen vissen, dat er ook geen quota nodig zijn? Nee. Wat ik zeg is dat de quota moeten meebewegen met de stand van de verschillende vissen in de Noordzee. En ik zeg, als je kijkt naar de bestanden van de meeste vissen in de Noordzee, die zijn uitstekend. En die quota die helpen bij het beheren van die standen. En die quota die mogen dus maximaal toestaan om de rente, om het even zo te zeggen, te oogsten, terwijl je de bestanden op een gezond niveau houdt. Ja, mevrouw Vestering, ja, dat klinkt alsof meneer Bisschop iets heel duurzaams voorstelt eigenlijk. Nou, we hebben het vooral volgens mij over natuurproducten, terwijl we het over dieren hebben. Dieren die pijn kunnen ervaren, die levende wezens zijn, die gevoel hebben, bewustzijn hebben. En ik denk dat we af moeten van de gedachte dat vissen kapitaal zijn. Hè. Het gaat hier over rente. Het zijn gewoon dieren en die leven in het water en die moet je met rust laten. En op het moment dat het misschien voor een soort een keertje ietsjes beter gaat dan dat die soort onder druk wordt gehouden door de visserij jarenlang, moet niet de eerste gedachte zijn, laten we ze weer gaan uit het water gaan vissen. Maar laten we alsjeblieft de grootste natuurgebied die wij kennen, de Noordzee, met rust laten. Ja, nou is meneer Bisschop. Ja, het vervelende is dat ook alle andere natuurgebieden, alle weilanden met rust gelaten moeten worden. Dat we de melk willen afschaffen. Wij niet hoor, maar de Partij voor de Dieren. Dat daar geen vlees meer op het bordje mag komen. Maar goed, laat het even beperken nu tot visserij, hè, want daar hebben we het over. Ja, zeker. Maar daar zit een fundamenteel verschil in. Is het geoorloofd voor de mens om dieren als consumptie
te gebruiken of niet. Ja, ik denk dat daar wel een fundamenteel verschil tussen SGP en Partij voor de Dieren is, mevrouw Vestering. Want volgens mij zegt u, zelfs als de vis in overvloed is, is het nog niet de bedoeling dat we dat gaan opvissen en opeten. Nou kijk, vissen zijn gewoon levende wezens met die pijn kunnen ervaren en een bewustzijn hebben. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En in dit, op het moment dat we gaan vissen, worden dieren onverdoofd geslacht. Ze ervaren heel veel pijn op het moment dat dat gebeurt. Dat moet je niet willen. Ja, ik wil, daar toch even op ingaan. Want voor u is dat alles of niets, volgens mij, mevrouw Vestering. U wilt gewoon dat het afgeschaft wordt, warme sanering. Vissers moeten wel geholpen worden. Maar is er niet een tussenstap te bedenken? Een soort verduurzaming verder van die visserijsector waar u mee kunt leven als Partij voor de Dieren? Nee, dierenleed is nooit duurzaam. En die tussenstap moet zijn, zolang er nog visserij bestaat, dat er een aantal maatregelen worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld die pulskorvisserij waar we het over hebben gehad, dat absoluut niet kan plaatsvinden. Dat zijn voorbeelden. Maar uiteindelijk willen we toeleven naar een toekomst die plantaardig is. Is ook beter voor onze gezondheid. Ja, meneer Bisschop, wat vindt u dat er moet gebeuren om eventueel... er zijn natuurlijk allerlei maatregelen. Zelfs als mevrouw Vestering niet haar zin krijgt, toch allerlei maatregelen die gevolgen gaan hebben voor de visserij. Hoe moeten we dat opvangen? Zeker. Kijk, als iemand volledig plantaardig wil leven, staat hem of haar dat volledig vrij. Alleen, het is wel heel erg dwangmatig om iedereen daartoe te willen verplichten. Nog afgezien van de vraag of je op die wijze je bevolking kunt voeden. Dat is een heel fundamenteel punt waar Partij voor de Dieren voortdurend aan voorbij kijkt. Neem bijvoorbeeld de pulskorvisserij. Mag absoluut niet. ICES, dat is het internationale orgaan dat toeziet op de verduurzaming van de visserij, op de diervriendelijkheid enzovoort, stelt vast dat pulskor een uiterst diervriendelijke manier van visvangen is. Ja, het is een Europees verband, is het natuurlijk afgeschoten, hè? Ja, door een enorme lobbycampagne. Maar het onafhankelijke orgaan dat erop toeziet, stelt onafhankelijk vast, dit is veel visvriendelijker dan de boomkor bijvoorbeeld. Maar goed, Partij voor de Dieren wil ook niet dat de boomkor gebruikt wordt. Nee. Partij voor de Dieren wil gewoon dat er geen enkel vistuigje gebruikt wordt. Nou, laten we eventjes van de verduurzaming afgaan. En even kijken naar de Brexit, want dat raakt iedere visser zo ongeveer in zijn portemonnee. Hoe die Brexit nou precies uitpakt is nog steeds onzeker. Er zijn nog steeds allerlei overgangsperiodes. Meneer Bisschop, vindt u dat er een compensatieregeling moet komen voor de vissers? Absoluut. Kijk, wij hebben vanaf het allereerste begin erop aangedrongen dat in de onderhandelingen ook de visserij meegenomen moet worden. Omdat nogal wat Nederlandse schepen vissen op in Engelse wateren. Er was een deal over, die is nu voor een deel al teruggedraaid. Die staat nog voortdurend onder druk. En inderdaad, ik deel de zorg van de vissers dat de visserij een soort uitruil artikel wordt in de verdere uitwerking van de Brexit-overeenkomst. En dan vind ik dat je als EU moet zorgen dat er voldoende compensatie plaatsvindt. En dan zullen de vissers zelf naar nieuwe wegen moeten zoeken. En daar zijn ze zeker toe in stand. Ja, even naar u, mevrouw Vestering. We hoorden net ook Hendrik Romkes, de visser, zeggen, we willen een stip op de horizon, wij willen perspectief. Welk perspectief heeft de Partij voor de Dieren met het standpunt visserij afschaffen eigenlijk te bieden aan de vissers? Ja, vooral dat we gaan warm saneren. Dus dat betekent dat je vissers helpt naar een duurzame toekomstperspectief. Dat betekent dat je nog steeds op water ook actief kan zijn. Er zijn verschillende vormen van bijvoorbeeld waterlandbouw mogelijk. Door bijvoorbeeld de teelt van zeewier die we ook voor consumptie kunnen gebruiken. Maar u gaat dus tegen een urkenvisser zeggen van ga maar zeewieren telen op het water. Nou, dat kan een optie zijn. Ik denk dat het belangrijk is, en gelukkig doet de provincie Flevoland dat bijvoorbeeld al, om te kijken naar andere manieren voor het krijgen van inkomen. Zeker ook in zo'n dorp als Urk, waarin een groot deel van de mensen daar afhankelijk is van hun inkomen vanuit de visserij. Om te kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Ja, meneer Bisschop, wat denkt u dat ze reageren op Urk? Ja, kijk, inderdaad zet Partij voor de Dieren een stip op de horizon. Maar dat is het hoofd op het hakblok van de vissers. En daarmee help je dus alle gezinnen naar de knoppen. Alle bedrijven die daaromheen... Nee, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Dat is niet eerlijk. Dat is de consequentie. Als er iemand een hoofd op het hakblok heeft, dan zijn dat in dit geval de vissen. En ik denk dat het belangrijk is om hier het onderscheid te maken dat wij de belangen van de vissen, van natuur, voorop stellen. En dat betekent dat we de vissers willen helpen naar een duurzaam toekomstperspectief.
Ja, maar het is de vraag of de belangen van de vissen gediend zijn met totaal verbod van visserij. Volgens mij is dat een heel ander hoofdstuk. Een oogst uit de natuur, een goed beheer, zorgvuldig en duurzaam, dan is dat toch volstrekt legitiem. Meneer Bisschop en mevrouw Vesteling, u heeft alle twee uw punten weten te maken op dit moment. Iedereen weet wat hij ermee aan moet op dit moment. Leonie Vesteling van de Partij voor de Dieren, kandidaat Tweede Kamerlid. En ook Roelof Bisschop van de SGP, ook weer kandidaat Kamerlid. Bedankt voor jullie tijd.